Waarom ben ik zo moe? Waarom is mijn agenda zo vol? Wanneer komt dan dat rustmoment? Wanneer ga ik dan genieten van wat ik heb bereikt? Nou, ik heb nu teruggereflecteerd dat daar mijn hele succes op gebaseerd is van kijk mij kijk mij papa kijk eens hoe goed ik het kan maar het is grappig want het is wel een thema wat er nog steeds is want ik voel me nog steeds niet horen bij de bekende Nederlanders en allemaal zo doen met hun vingers en dan zag je al die mensen op die bedden het zag er echt super grappig uit want het was zeg maar zo'n leslokaal en ze lagen allemaal op die bedden en dan zag je al die mensen op die bedden zag je zo bewegen en toen dacht ik echt wat is dit Wist je dat Lion's main de aanmaak van nieuwe hersencellen bevordert? Een van de substanties die in Lion's main zit, is erinacine S. Er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar erinacine S, waaruit gebleken is dat het een positieve invloed heeft op neuronen. Wat blijkt? Het helpt neuronen om kleine vertakkingen te groeien, genaamd neurieten. De groei van deze neurieten leidt tot betere verbindingen tussen de zenuwcellen, wat belangrijk is voor geheugen, leren en algehele cognitieve functies. Oké, okay. lieve Faya, welkom. Ik Dankjewel. ging uh, gisteren eventjes uh, Wikipedia doorspitten. Want ik heb uh, voor de podcast zet ik altijd de intentie. Want kijk, dit host zijn, is helemaal nieuw voor mij. En ik, denk, fuck it, ik ga gewoon doen zonder voor te bereiden. En dan is het op een gegeven moment tien uur s'avonds, word ik onzeker. En dan denk ik, gewoon oh, toch maar eventjes iets gaan inlezen. Maar toen, um, ik was verbaasd. Want weet je waar ik je eigenlijk van ken? Uh, als klein jongetje keek ik GTST. En uh, wat was de naam ook weer van de rol die, die je daar Jasmine. speelde? Jasmin. Ja, en ik ging kijken. En dat was toen, uh, stond volgens mij. 21 jaar geleden. Dus toen was ik echt een klein klein jongetje van zes sindsdien uh, kende ik je al. En uh, daarna heb je echt uh, veel dingen gedaan. Ik zag acteren, DJ, soaps, van alles en nog wat boeken schrijven. Uh, en ik was ook verbaasd. Je hebt echt veel dingen gedaan. En ik vraag me af um, van al die dingen die je hebt gedaan, wat, wat ligt het dichtst bij je hart? Wat vond je het leukst om te doen binnen je carrière? Hmm, ik denk acteren uh, was echt een kinderwens. En uh, vond ik heel leuk. Vind ik nog steeds heel leuk. Alleen, dat ging niet samen met, in Nederland althans niet, met geld verdienen. En als kind was, wilde ik ook één ding heel graag. En dat is rijk worden. En niet uh, vanwege uh, ja, de spullen die je allemaal kan kopen, maar dat je nooit meer arm bent. Dus er uh, zat heel veel angst onder dat ik zo zou worden als mijn, mijn moeder vroeger. Ik wilde gewoon dat ik onafhankelijk zou zijn en dat ik dan alles kon doen of kon gaan uh, waar ik wilde. En dat ging niet echt samen met acteren. Dus eigenlijk is er uit noodzaak, heb ik allerlei dingen gedaan naast acteren. En uiteindelijk werden die bedrijven zo serieus dat ik het acteren moest laten. Maar acteren is wel iets wat ik het eigenlijk diep van binnen het allerleukste vind. Ondernemen vind ik ook wel leuk, maar ik vind ook het helpen van mensen heel erg leuk. Dus zo'n boek, Killer Body Diet het is natuurlijk ook weer... Het is wel mijn eigen verhaal, maar het is wel iemand anders ook willen helpen met een killer body. En natuurlijk nu ook weer met mijn nieuwste boek, Killer Mindset, dat ik ook weer iemand help. Dus ik merk dat ik het helpen van anderen ontzettend leuk vind. En het acteren, heb je dat nu helemaal losgelaten? Of? Ja, ik had in 2000, vlak voor corona, ik weet even niet meer waarom je was, dat ik nog in een film gespeeld. En dat was eigenlijk omdat iemand mij om hulp vroeg, omdat een rol uitviel toen. Dat vond ik wel heel leuk, ja. Maar uh, nou, tegelijkertijd, je verdient er gewoon echt niks mee. Dus stel je voor dat dat je werk is, dan moet ja, je anti-kraak gaan wonen. <laughs> ja, dan moet je wel veel offers doen. Ja. Dat stukje, ja, je zegt van geld voor pure materiële luxe, oké, okay, dat niet echt. Maar die maar, vrijheid ook belangrijk. Ja, de vrijheid en het niet arm zijn. Denk je dat het alleen het pijnpunt van... Direct waarnemen wat de gevolgen zijn van geen geld hebben. Denk je dat dat de enige motivator was? Of misschien dat er ook bepaalde onderliggende copingmechanismes daarmee te maken hebben? Nee, de, die pijn. Dus zeg maar, het feit dat mijn moeder niet weg kon toen ze weg wilde bij ons stiefvader, omdat we geen eigen huis hadden, en geld. Dat, denk ik, was mijn drijfveer. Mm -hmm. Dat ik dacht: zo wil ik nooit worden. Dus ik moet heel veel geld verdienen. En daarnaast hou ik ook wel van mooie dingen hoor. Het is niet dat ik helemaal uh, uh, met, een, met een, een doek op de bank zit te mediteren of zo. Ik hou wel van mooie dingen en ja, ik heb paarden. Het zijn allemaal dingen die geld kosten natuurlijk. Mm -hmm. Maar het was vooral dat ik dacht van ik wil niet afhankelijk worden. En die, dat, dat hele gevoel van niet afhankelijk willen worden, dat, dat was ook al uh, vroeg aanwezig, bijvoorbeeld bij goede tijden, waarin ik weer afhankelijk was van een baan. Dus dat vond ik eigenlijk ook al best wel irritant. Dat die regisseurs dan gingen bepalen wat ik moest doen. Of uh, ik weet nog dat we vroeger dan, als je in zo'n serie zit, en dat is nu een hele andere tijd, maar dan ging je op kermis en zo, ging je handtekeningen uitdelen. En uh, in discotheken en zo. En dat wilden ze dan niet. Dan kreeg ik, ik vergeet nooit meer, daar kreeg ik dan 800 euro voor. En later 1600 euro. Maar toen ik begon, 800. En later 1600. En toen. Um, uh, toen zei die uh, regisseur of de uitvoerende producent: Ja, ik wil niet dat jij, je bent een artiest, dat jij iedere keer op een kermis gaat staan. Dat hoort niet bij een artiest, weet je wel. Toen zei ik: Nou ja, dan moet je me als een artiest betalen, dan doe ik dat niet meer. Dat weet ik nog wel. En uh, ik vond dat toen al heel irritant, dat iemand tegen mij ging zeggen wat ik wel en niet mocht. Dus daar heb ik heel erg die autoriteit. Als iemand ging bepalen voor mij, dan ging ik gewoon weg. Ik ben ook uit goede tijden uiteindelijk gewoon weggegaan. Omdat ik het niet meer leuk vond dat ik bepaalde dingen niet mocht doen. Dus, ja, ik wil heel graag gewoon zelfstandig zijn. Ik denk dat ik niet zo makkelijk voor een baas kan werken. Ja, daar kan ik me ook wel in vinden. Waar ik dan zelf ook altijd last van had, is. Uh, ik vond het moeilijk om samen te werken, want dan heb ik het gevoel dat ook dingen uitbesteden, vond ik lastig, omdat je dan een gevoel van controleverlies hebt. En ik merkte echt dat mijn lijf daar op een bepaalde manier op reageerde, dat ik daar angstig van werd en dan de, de, de compulsieve drang bijna had om de controle weer in mijn handen te krijgen. Herken je dat ook? Um... Ja, ik werd er gewoon ongemakkelijk van als ik de controle niet heb. Controle is wel een thema bij mij. Dus uh, ja, vroeger kon ik daar niet echt mijn vinger op leggen dat dat het was. Nu, als ik terugreflecteer, denk ik... oh ja, dat had eigenlijk allemaal met controle te maken. Want als je dezelfde controle in je handen hebt, dan is dat veilig. Dan kunnen andere mensen je geen, niet kwetsen. You are in control. En ik denk dat het daarover ging. Ja, ik denk ook... Kijk, als kind, omdat je sowieso afhankelijk bent per definitie als kind... De Natuurlijke aanleg van een kind is om zich over te geven aan een bepaalde guardian angel, namelijk een van je ouders bijvoorbeeld. En als die die dat blinde vertrouwen niet kan plaatsvinden om wat voor reden dan ook, of omdat de ouder ene keer wel goed beschikbaar is en de andere keer niet, op een gegeven moment ontwikkel je een associatie met: hey als ik blind vertrouw, dan werkt dat dus niet. Dat nee. is de copingmechanisme om niet meer met die pijn geconfronteerd te worden van teleurgesteld worden, ja, dan doe ik het allemaal zelf ook. Okay, weet je wat? Ik neem ja. het heft in eigen handen. Ja. En ik deed dan ook nog uh, weglopen. Dus ik liep echt al, jarenlang overal voor weg. Mm -hmm. Dus bij goede tijden ben ik ook weglopen. Zeg maar, ik, 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 ik deed gewoon, oké okay, dan niet. Dan stop ik. En dan ga ik weg. Dan trek de deur dicht. Dan kan ik niet meer gekwetst worden of kunnen jullie mij niet vertellen wat ik moet doen. Hoe ben je door dat patroon heen gaan werken dan? Dat is best wel. Uh, uh, dat, dat weglopen, dat is nog steeds een thema. Dat is nog steeds gewoon dat ik daar echt op moet, voor moet waken om dat niet te doen, zeg maar. Ik vind het heel erg moeilijk uh, om confrontaties aan te gaan en op een goede manier eruit te komen. Voor mij is het veel makkelijker, dat is dus echt mijn coping, mijn negatieve coping geweest, dat ik de deur dicht doe en dan met ruzie. En dan is dat veel makkelijker om hem niet opnieuw open te doen. Ik heb onlangs weer contact met een vriendin die echt al 15 jaar vriendin was, hebben we hebben dus één keer ruzie mee gehad en heb ik vijf jaar niet gesproken. Dat is voor mij makkelijk en niet om het weer uh, uit te praten op de een of andere manier ik krijg daar helemaal de kriebels van zeg maar dus die deur dichttrekken dat is gewoon makkelijk kijk je hebt een bepaald carrièrepad bewandeld van ja, verschillende dingen zoals ik net al zei acteren schrijven en uh, ook als dj maar op een bepaald punt in je leven is er ook een interesse gewekt als ik het zo kan noemen voor heling of zelfontwikkeling wanneer is dat gekomen en wat is die motivatie daarvoor geweest uh, Nou de uh, ik ben best wel spiritueel opgevoed en best wel bewust. Dus uh, dat de, ja, mijn moeder heeft gewoon heel veel zaadjes geplant in mijn jeugd. Dus het zou er een keer uit zijn gekomen op een gegeven moment. En dat gebeurde denk ik in 2019 toen ik echt last kreeg van mezelf. Toen ik echt dacht van waarom ben ik zo moe? Waarom is mijn agenda zo vol? Wanneer komt dan dat rustmoment? Wanneer ga ik dan genieten van wat ik heb bereikt? Wanneer is dat eigenlijk? Want ik heb het huis al en ik, maar ik voel nog steeds niet die rust, zeg maar. En toen ging ik echt ontdekken van toen ben ik begonnen met waar dat dan vandaan komt. En toen, ja, als je de stress, als je eigenlijk de stress uitanalyseert, zit er altijd angst onder. Dus toen uh, ben ik daar. Uh, angst ja, voor wat? Ja, in, in mijn geval angst voor armoede. Angst om weer terug te vallen naar waar ik vandaan kwam. Dus dan is het nooit genoeg. Snap je? En uh, ja, heel veel thema's kwamen er toen naar boven, eigenlijk. Uh, toen ik uiteindelijk aan de slag ging daarmee. En Dat is ook gewoon een levenslang proces. Hè? Het is niet dat ik het nu allemaal helder heb. Kijk, ik heb mijn thema's helder en ik heb mijn triggers helder en ik. Ik uh, uh, doe introspectie en dan denk ik: oh ja, doe ik dit omdat ik gezien wil worden of doe ik dit omdat ik dit oprecht meen? Dus die vraag stel ik me continu af nu. Omdat ik weet dat een ik, gezien worden thema een groot thema van mij is geweest. Waar ik alles op heb gebouwd. Dus uh, ja, in 2019 ben ik daar gewoon mee aan de slag gegaan. En nu nog steeds. Maar ik mag het ook wel weer even een beetje loslaten. Ik heb echt veel innerlijk werk gedaan. Op een gegeven moment moet je ook weer gewoon gaan leven en gaan genieten. Want ik geloof wel dat we hier zijn. Om te leven. Mm -hmm. Het leven te beleven. En niet om altijd maar te analyseren of te bezig te zijn met wat iets zou betekenen. Want ik ben er ook achter dat je het nooit helemaal zeker weet. Snap je? Dus bijvoorbeeld, mijn vader heeft mij niet... Er of die heeft me wel erkend, maar die was er niet voor mij, die zag mij niet. Nou, ik heb nu terug gereflecteerd dat daar mijn hele succes op gebaseerd is. Van kijk mij, kijk mij, papa, kijk eens hoe goed ik het kan... Maar dat is met mijn verstand. Maar is dat echt zo? Snap je? Het is logisch. Het zou logisch kunnen zijn dat het zo is. Maar wie, wie zegt dat het echt zo is? Je weet het niet, snap je? Dus op een gegeven moment dacht ik ook: laat het nu maar weer allemaal even los. Je ziet ook tegenwoordig in de zelfontwikkelingstrend. Uh, kijk, waarom stappen veel mensen vaak in dat hele pad van zelfontwikkeling? Oké, okay, je merkt dat er iets niet helemaal op orde is. Een bepaalde knoop in je onderbewustzijn die misschien opgelost, opgelost moet worden. Maar dan verlies, dat heb ik zelf ook meegemaakt. En heel veel mensen verliezen zichzelf dan in dat pad van zelfontwikkeling. Want de hele drijfveer, de hele brandstof. die hun naar het pad van zelfontwikkeling leidt en daarop houdt. komt vanuit dezelfde bron. als de bron die zo gebroken is. Namelijk zelfafwijzing. Ik ben nooit goed genoeg. En ik moet altijd werken om geliefd te worden. En dat uitzicht dan weer in dat pad. Ja. Yeah. En uh, ik merkte ook op een gegeven moment in mijn leven. dat ik zoveel bezig was met zelfontwikkeling. en zoveel aan het voorbereiden was om te gaan leven. En toen werd ik op een dag wakker. Ja, ik doe dit al jaren. Nu ja. moet ik inderdaad echt gaan deelnemen. Ja, je moet gaan, ja precies. Gewoon echt gaan leven. Mm -hmm. En dat, dat zag je nou natuurlijk ook heel erg met die corona periode. Daarin zat ik heel diep daarin en wilde ik alles begrijpen en waarom het niet klopte. Ja, en nu? Wat heeft het me opgeleverd? Snap je wat? wat... En dan? We moeten het gewoon doen met wat er hier nu is. En, uh, en dat is het. Je bent ook bezig met paarden, zag ik. Ja, ik ben coach met paarden. Dus ik heb afgelopen jaar coachingopleiding gedaan. Uh, equine Assistant Coach. Dus ik coach met paarden. Mijn paarden zijn mijn assistent, zeg maar. Maar in principe gaat het erover dat het paard eigenlijk de hele coaching doet. En ik ben de assistent van het paard. Want het, dat is tussen het, de cliënt, de coachie en het paard. En ik faciliteer het. De veiligheid en ik uh, geef objectieve observaties terug. Kun je uitleggen, want voor sommige mensen die denken, ja, paard als coach, what the fuck? Gaat die paard dan een lezing geven? Hoe ziet dat eruit? Want dat heeft volgens mij te maken met systeemtherapie, toch? Nee, dat kan. Je kan ook systemisch werken met mm -hmm. paarden. Uh, dat hebben we ook gehad in de opleiding. Daar heb ik niet een verdieping in gedaan. Maar je kan een simpele systeemoefening, kan je zeker doen. Dus een voorbeeld te noemen, uh, er was iemand bij mij en die had een. Uh, ja, die had een, een vraagstuk over zijn band met zijn moeder. Een man was het. En we liepen naar de wei om de paarden te halen. En ik heb er twee. En toen kwam er één heel erg in zijn aura. Die ging echt... Ja, zegt hij, dit is mijn moeder. Dus dan heeft hij hem eigenlijk al meteen gelemeld. Dat hoef ik niet te doen. Dus toen liepen we terug en hij ging heel erg over hem heen lopen. En hem, hij respecteerde eigenlijk gewoon zijn grens niet. En toen zegt hij, nou, dit is mijn moeder, dit is mijn moeder, dit is mijn moeder. Dus toen, dan begint de sessie eigenlijk direct al... En uh, toen uh, zijn we dus doorgelopen, heb ik één paard even uh, af, apart gezet. En toen zei ik, teken maar even een, um, een cirkel op de grond, en dat is jouw ruimte. En daar laat je hem uit, daar hou je hem uit. Nou, dat ging niet. Hij kwam in zijn ruimte, over hem heen. En hij, hij, ik zag ook angst bij die, bij die cliënt, zeg maar. En op een gegeven moment uh, veranderde iets in zijn energie. Hij nam even de tijd, ik weet niet wat hij deed. En ineens liep het paard zijn ruimte uit, uit die cirkel. En dus ik zeg: wat gebeurde er? Ja, hij zegt: Ik, heb in, ik ben voor mezelf opgekomen. Ik heb mijn energie veranderd. En ik denk: tot, tot hier en niet verder. Jij gaat niet meer over mij heen walzen. Nu is het klaar. En, en die energie veranderde in hem. En dat paard accepteerde het meteen. Die ging meteen weg. En toen zei ik: Je ruimte is. Uh, niet heel groot, die je hebt getekend voor jezelf. Nee, zegt hij, klopt. Veel te kleine ruimte. Het hele zand wat je hier ziet is nu mijn ruimte, zegt hij. Dat is mijn ruimte. En mijn paard komt op een gegeven moment teruggelopen. En je had gras en zand. En hij blijft precies op dat randje staan. Hij ging niet meer op het zand. En een week later had ik weer met hem afgesproken. En toen zei hij, het is niet normaal. De hele band mijn moeder is veranderd. Ik ben veranderd. Want verandering zit altijd bij jezelf. Je kan niet je moeder veranderen of je partner veranderen, maar je kan wel jezelf veranderen. En hoe jij naar de dingen kijkt. En hoe jij op de dingen reageert en hoe jouw energie is. En dat is dus gebeurd. En hij zegt: ze, ze, ze doet helemaal niet meer vervelend. Dus ja, verandering, verandering begint bij jezelf, maar dat is dus een inzicht wat, je, wat het paard je kan geven en hoe je dus bij jezelf je energie verandert. En dat is één voorbeeld. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden natuurlijk. Uh, en soms kies ik ervoor om bijvoorbeeld het heden en het verleden op te stellen. Dus dan staat één paard voor het heden en die ander voor het verleden. Of één kan voor joy staan en de ander voor je stress. Uh, dat soort dingen. En dan gaan we gewoon werken met de paarden wat en er, wat er dan uitkomt. Het klopt volgens mij dat jij zelf ook veel halfzussen, broers, iets in die richting hebt, toch? Ja, alles is half. <laughs> maar ik zeg altijd niet half, uh, maar uh, mijn broers en zussen hmm. gewoon. Maar kijk, biologisch gezien dan half. En, yeah. um, ja. Ik kom zelf ook uit een opgesplitst gezin met stieffamilie en zo. En ik, toen ik later ging terugreflecteren op mijn leven, kwam ik er eigenlijk achter dat dat voor mij heel veel voor verwarring heeft gezorgd. Mm -hmm. um, ja, veel, veel gecompliceerde dynamieken die niet helemaal gezond zijn. Uh, hoe is dat voor jou geweest om in zo'n, ja, ik weet niet of gebroken familie, maar opgesplitste familie. Um, acht, als ik nu terugkijk, zou ik het nooit meer anders willen doen. Laat ik dat voor opstellen. Ik heb er een heel groot uh, onderdeel over geschreven in mijn boek, The Mindset, over mijn blauwdruk. Dus wie ben jij? Dat is uh, je blauwdruk, en dat is afkomstig van opvoeding, DNA, uh, emotionele gebeurtenissen, cultuur, spiritualiteit. En um, dus nu achteraf, als ik dan terug... en toen ik ook het boek schreef en het opschreef... dacht ik, ja, het heeft me wel echt gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar als kind was het niet makkelijk. Als kind was het, voelde ik me er niet bij horen. Omdat ik als enige een Antilliaanse vader had. En, ja. En uh, dat vond ik moeilijk. En ook... Um, ja, we waren een apart gezin. Geloofde in een India's geloof. Uh, bij ons was een tempel in huis. En uh, we, waren, we waren, ja, hoe heet dat? Familie Tofu van die uh -huh. film zeg maar. We waren vegetarisch. Uh, ja, het was, het was gewoon niet doorsnee. We hadden allemaal andere namen. Dus je wilde gewoon normaal zijn. Een normale naam, een normaal gezin. Uh, gewoon een plakje worstelbrood. Weet je wel, wit brood in plaats van zuurdesembrood. Wij kregen al zuurdesembrood toen het nog Lekker. niet hot in happening was. Toen was zuurdesembrood nog dat als je het, zeg maar, dubbel vouwde, dat yeah, dan brak. Yeah, yeah, yeah. Dan was het gewoon droog en dan brak het. En dan kreeg ik appelstroop naar school of ukkie chocoladepassen zonder suiker, weet je wel. Ja. Dus ik vond dat uh, niet zo leuk. Nee, als kind vond ik dat allemaal niet leuk. Um, maar nu ben ik er heel dankbaar voor. Maar ik, 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 ik hoor er niet bij of ik doe er niet toe. Dat komt wel uit dat... Gezin van herkomst. Want als jij met een stiefvader woont die jou anders behandelt dan de rest, voor je gevoel, misschien is het niet zo, maar voor mijn beleving, dan, uh, ja, dan voel je je niet erbij horen. En die onbewuste overtuiging van er niet bij horen, tot welke gedraging heeft dat gele geleid? Um, nou, ik heb. Eigenlijk nooit gepleased, want sommige mensen gaan dan please hè, die willen dan heel graag ergens bij horen en die gaan dan heel veel pleased gedrag vertonen. Dat heb ik niet gedaan, maar ik ben gewoon heel hard gaan werken om te laten zien: je wil niet met mij omgaan, onbewust. Kijk maar wie ik ben. Ik hoorde dus ook nooit bij de populaire groep uh, kinderen, want ik had nooit dure kleren aan en ik had uh, eigenlijk tweedehands kleren aan. Nou, dat was toen nog geen vintage, dat was gewoon tweedehands. En ik had daar ook echt vroeger een trauma van meegemaakt, omdat mijn moeder dus een. Een jas had gekocht in een tweedehands winkel, die wel van een populair meisje was geweest van mijn school, dus dat was een heel ding. Dat was zo'n jas die je over je hoofd moest trekken, en dat was dus van haar geweest. Dus ik was eerst heel blij met die jas, totdat iedereen door had dat die van haar was geweest, in die tweedehands winkel, dus dat soort jeugdtrauma's die zitten er nog echt bij mij heel erg in. Um, maar ik dacht gewoon, wacht maar, ik word later heel beroemd, ik ga in de goede tijden, slechte tijden spelen. En dan willen jullie allemaal mijn vriendin zijn. Dat, dat heb ik gedaan. Ja. Die, die... Maar het is grappig, want het is wel een thema wat er nog steeds is. Want ik voel me nog steeds niet horen bij de bekende Nederlanders. Bijvoorbeeld, hè? Eva. Ik heb ook helemaal geen bekende Nederlandse vrienden of zo. Ja, een paar, maar kennen ze meer. Maar ik voel me daar ook niet bij horen nog steeds niet. Dus ik heb nog steeds dat onderliggende thema van ik hoor daar niet bij. Ik ben gewoon anders. Zo voelt het. Mm -hmm. Ergens in de kern dat ik anders ben als de rest. En je zei net dat je in je boek bepaalde dingen had beschreven. Van um, oké, okay, de blauwdruk, gen genetische component en hoe je dan in elkaar steekt. Maar wat moet ik me voorstellen? Okay, dit is je nieuwste boek als het goed is. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het een, uh, gewoon een uh, non-fictie beschrijving van bepaalde dingen? Is het ook autobiografisch? Nou ja, stukken autobiografisch. Kijk, het is een, een boek wa waarvan ik de overtuiging heb. Uh, dat het, als je dit doet, dat je een killer mindset krijgt. En dat is niet uh, dat een killer mindset is dat je gaat doen wat je hart wil. Dus dat je echt voor jezelf gaat kiezen en dat ook afmaakt. En dat je dus je niet meer laat uh, beïnvloeden door meningen buiten jezelf. Maar dat je durft te kiezen voor jezelf. Maar voordat je dat durft, zal je eerst moeten ontdekken wie die saboterende stemmen zijn. Van wie ze zijn, zijn ze wel van jou? Waar komen ze vandaan? Waarom lukt het me niet om te doen wat ik wil? Waarom lukt het me niet om af te vallen? Waarom lukt het me niet? Om de juiste carrière te creëren. Wat, wat ligt daar allemaal onder? Dus het eerste gedeelte van het boek gaat echt uh, met ook dus verhalen over mijn eigen leven. Hij geeft jou inzichten over wat het zou kunnen zijn. Ik ga niet voor jou vertellen wat het is. Maar doordat ik dan bijvoorbeeld over mijn blauwdruk vertel, waarin ik uh, heb geleerd uh, dat je heel hard moet werken om er toe te doen door mijn vader, die er dan af en toe was, uh, ging ik altijd heel hard werken. En werd ik, had ik nooit rust tot ik ging denken. Hé, dat is helemaal niet van mij, dat is van mijn vader. En zo uh, leid ik je zeg maar door mijn levensverhaal mee, en zitten er daar ook oefeningen in om bewust te worden van jouw blauwdruk, maar ook van jouw beperkende overtuigingen, van jouw kernwaarden. Weet je, ik had helemaal nog nooit van kernwaarden gehoord voordat ik die NLP opleiding deed. En toen dacht ik, huh? uh, dierenleed, dat kan ik helemaal niet handelen. Dat vind ik heel erg om naar te kijken. Ik ben echt een hele enorme dierenvriend. Nou, de melkindustrie, uh, ja, dat de kalfjes zijn een bijproduct uh, daarvan. Hè? Die moeten ieder jaar geboren worden zodat die koeien genoeg melk hebben. Dus die kalfjes worden kalfsvlees. En dat gaat niet heel gezellig. Na een uur moeten ze bij hun moeder weg. Dat is echt super naar. Dus ik ben tegen de melkindustrie, maar mijn hele bedrijf verkoopt melkproducten. Hoe kan dat? Weet je? Dus toen kwam ik erachter van, hè? mijn kernwaarden kloppen helemaal niet bij mijn bedrijf. En toen ben ik mijn bedrijf vegan gaan maken. En toen heb ik vegan eiwitten geproduceerd en ik zit nog steeds met melk, maar ik ben heel erg aan het onderzoeken... hoe het lukt kan om proteïnepoeder van uh, kalfjesliefdemelk te krijgen... voor in de repen, maar toen ben ik dingen gaan veranderen. En toen dacht ik, oké, okay, als mijn kernwaarde vrijheid is... of um, vertrouwen is in relatie mijn allerbelangrijkste... hoe kan het dan dat ik steeds mannen aantrek die niet te vertrouwen zijn? Dus ik ben echt, uh, ja, ik neem de, de lezer zeg maar stap voor stap mee in mijn traject... En zodat die dan ook kan kijken: hé, hey, wat zijn mijn kernwaarden? Heb ik daar wel eens over nagedacht? Heb ik dat wel eens opgeschreven? Leef ik volgens mijn kernwaarden? Of leef ik volgens de kernwaarden van mijn ouders? Want als jouw ouders of je overtuigingen van jouw ouders zeggen: van ja, je moet een vaste baan hebben, want dat is veilig. Dan, dan, dan maar je ergens denk je: ik zit helemaal niet lekker in die baan. Ik voel dat er iets anders voor me weg is gelegd. Maar het voelt heel onprettig. Omdat je die opvoeding hebt meegekregen en die ouders hier aan het tetteren zijn in je oor. En om daarvan los te komen is het belangrijk om eerst te ontdekken van wie is dit nou? Is het van mij of is het van mijn ouders? Dus dat is het eigenlijk. Het boek gaat dus eerst je helemaal bewust maken van waarom je nu op deze plek zit en, en, en daarna helpt het je om te veranderen. Kijk, je beschreef net, killer mindset is eigenlijk dat je uiteindelijk leert om vanuit je hart te leven, toch? Ja. Waarom zouden mensen überhaupt vanuit hun hart moeten leven? Wat is de hele incentive daarachter? Uh, omdat je anders ongelukkig wordt als je iets doet voor een ander. Dus als je iets doet wat eigenlijk niet voor jou is weggelegd... maar je doet het omdat je ouders het van je hebben verlangd of uh, je omgeving... of omdat je denkt dat het beter is financieel, maar je hebt er geen ja, passie voor... dan ga je dus iedere dag naar je werk of je slaapt iedere dag naar een partner... waar je misschien mee bent uitgehuwelijkd of whatever, uh, wat niet goed voelt. En ik geloof gewoon dat daar ziektes door ontstaan. Kun je daar eens een concreet voorbeeld van geven, hoe je lijf iets kan manifesteren op basis van die, dat je niet op het juiste pad zit? Ja, nou, ziektes bedoel je? Stress? Ja. Nou ja, kijk, je krijgt er stress van. Ik weet niet hoeveel uur we uit ons hoofd werken per, per, per leven, mm -hmm. maar als jij iedere dag naar je werk gaat terwijl je hier dat vervelende onderbuikgevoel hebt, dat is gewoon stress. En stress is op dit moment doodsoorzaak nummer één. Dat is heel simpel. Dus alleen dat al is gewoon natuurlijk niet goed. Even simpel uitgelegd, want anders wordt het heel zweverig als ik allerlei theorieën die ik, die ik geloof erbij ga halen. Maar dit is gewoon voor iedereen toegankelijk. Stress is doodsoorzaak nummer één. Dus ik denk gewoon dat je het heel erg voelt in je lijf. Weet je, als je zo zit en niet kan landen in je lichaam en kan ademen uit je buik en ontspannen in je werk en heel erg in je hoofd zit. Je merkt het aan jezelf hoe je naar je kinderen zal uitvallen hoe alles te veel voor je is, je het huishouden niet meer aan kan. Nou, dan zit je niet op een goede plek. Dan, dan heb je nog wat te doen. Ja, ik merk het de laatste tijd ook echt aan mijn eigen lijf, hoor. En uh, je zegt van, ja, dat gaat misschien heel zweverig worden, maar fuck it, het is de juiste podcast daarvoor. Um, ik heb normaal nooit echt last van blessures of wat dan ook. En de laatste weken ben ik veel te veel aan het werken. En dat rechtvaardig ik voor mezelf door allerlei contextuele levensomstandigheden. En uh, opeens, ik zat op de bank en ik voel een scheurtje, of zeg maar, ik voel het erin schieten hier bij mijn lies. Mm. En uh, ik wist gelijk, mijn lichaam is met mij aan het communiceren. Die zegt, je bent te hard aan het gaan. Maar die schreeuwt al nu, hè? Je hebt al signalen gemist. Ja, ja, dat heb ik ook. En ik ben ook echt uh, gelijk bewust van de signalen. Uh, er zit niet echt een vertraging tussen. Maar ik heb het gewoon elke keer voor mezelf rechtvaardigd. Ja. Uh, en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik sta er nog wel achter. Maar mijn lichaam zei op een gegeven moment van, lul, uh, je bent jezelf aan het verwaarlozen. En uh, toen ik daar gehoor aan gaf, toen namen de symptomen ook wel gelijk af. Maar ben je bekend met het werk van Gabor Maté? Uh, nou, nee, niet met zijn werk, maar wel van Louise Hey. Dat is wel interessant. Oh, die ken ik dan net. Oh, ja, is het Germijnse geneeskunde? Doet hij dat? Uh, ik weet, iemand had dat laatste ook al. Met mij gedeeld wat dat was, dus ik weet even niet meer precies wat dat Germijn, was. Ik denk dat hij dat doet. Germijn. Wat is dat in een notendop? Nou, dat, dat is uh, bijvoorbeeld ieder onderdeel in je lijf staat voor iets. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij staat je rechterborst bijvoorbeeld voor uh, je band met je moeder. Dus als je je band met je moeder niet uh, goed hebt of daar zijn problemen, dan kan je borstkanker krijgen zoiets. Nou ja, dat is uh, niet precies wat hij um, doet, maar ik heb een boek van hem gelezen. Dat heet dan Wanneer je lichaam nee zegt. Uh, When the body says no. En dat is heel interessant. Hij biedt eigenlijk een holistisch perspectief aan. Um, oh. En dat klinkt ook allemaal heel logisch voor mij eigenlijk. Alles is onlosmakend met elkaar verbonden. Als je kijkt naar psyche en lichaam, dat zijn die twee losse domeinen. Mm -hmm. Psyche is ook een kwapje brein, dat is ook lichamelijk. En alles is in zekere zin ook fysiologisch en dat beïnvloedt elkaar. Maar hij zegt dan bijvoorbeeld, ik had vroeger als kind astma. En astma is een auto-immuunziekte. Wat is auto-immuun? Het immuunsysteem weert zich tegen jezelf. Waarom zou het lichaam dat doen? Is het lichaam gewoon dom en een bepaalde dysfunctional pattern die daar zomaar is? Nee. Het lichaam geeft eigenlijk, voorziet je de hele tijd van feedback. Voel je goed? Oké, okay, dat is een indicatie dat dingen goed gaan mm -hmm. en dat bepaalde behoeftes bevredigd worden. Mm -hmm. En vice versa. En hij zegt dan bijvoorbeeld: um, wanneer het immuunsysteem zich weert tegen jezelf, blijkbaar laat je te veel over je grenzen heen lopen. En doe jij je eigen grenzen niet gelden middels verbaal iets mm -hmm. uiten of wat het dan ook mag zijn en jouw lichaam is dat op een gegeven moment zat, en die gaat zich dan weren. ja dat geloof ik wel alleen de kinderen hebben ook heel vaak eczeem mm -hmm. baby's snap je dus ik geloof ook dat er meerdere oorzaken kunnen zijn ja natuurlijk het is altijd een samenspel ja ik denk dat het wel zo is dus ik denk geloof hier ook in Louise hee zegt dit ook allemaal en dan moet je met affirmaties en je longen is verdriet en allemaal dat soort dingen weet je wel ik heb het zelf met mijn knie meegemaakt uh, uh, ik kruisband, ja, ja die heb ik gescheurd en je knie staat voor niet willen buigen nou het was altijd heel trots mm. heel stabber of uh, hoe zeg je dat ja, ja koppig koppig, koppig. Uh, dus dat dat kon ik echt wel linken daaraan zeg maar uh, dus ik geloof dat wel maar ik denk niet dat het zo zwart-wit is allemaal mm -hmm. dus dat er allerlei factoren zijn ook omgeving ook super belangrijk is je, ja je gedachten met name mm -hmm. hoe, hoe je over jezelf denkt. Ben je vol zelfafwijzing, continu jezelf aan het ziek maken. Dat zie je natuurlijk met placebo ook. Als je placebo hebt, nou, dan word je dus beter terwijl je denkt dat je een medicijn neemt. Dus de overtuiging is, ik word nu beter, want ik heb nu medicatie, ik word nu geholpen door die arts en dan wordt je lichaam beter en dan blijkt dat je helemaal geen medicijn hebt gehad. Dus dat zegt eigenlijk dat nocebo ook heel serieus is. Dat is, ik ben ziek, uh, dus je wordt ziek. Je hebt de overtuiging dat je ziek wordt dat je wordt ziek. Dus ik geloof dat je gedachten veel meer invloed hebben als dat we denken. Mm -hmm. Dus ik pak het altijd daar. Het gaat in mijn boek daar ook over. Want gedachten, dat zijn er 12.000 tot 60.000 per dag. En die beïnvloeden naar positief is best wel een uitdaging, natuurlijk. Want ja je kan wel tien affirmaties gaan opnoemen. of misschien doe je het wel de hele dag. maar ondertussen zijn er nog 60.000 gedachten hier op de achtergrond. En die, daar, zit, daar zit die hele ladekast met beperkende overtuigingen, opvoeding. dat die blauwdruk, die zit daar mee te bewegen. En om die gedachten nou bewust te gaan. Manipuleren, dat wordt heel moeilijk. Dus ik denk altijd dat de oplossing hem niet zit in te denken: van oh, ik moet nu positieve gedachten denken, maar ik moet do dingen doen die ik leuk vind om te doen, die mijn hart willen. Want als ik naar mijn werk ga met iets wat ik fantastisch leuk vind om te doen, dan ga ik niet negatieve gedachten op de achtergrond denken. Snap je wat ik bedoel? Ja, 100%. Dus als ik een babyknuffel of uh, mijn paardenborstel of lekker eten maak of lekker eten eet, dan zijn er niet negatieve gedachten op de achtergrond. Dus dan hoef je daar niet meer mee bezig te zijn. Dus ik denk dat door te doen wat je het allerleukste vindt... continu daarvoor te kiezen en continu te denken... is dit wat ik wil? Dus ook nee durven zeggen, veel meer nee durven zeggen. Uh, jezelf op nummer één te zetten. Natuurlijk mag je een keer verdrietig zijn... maar ga niet in die slachtofferrol hangen. Blijf er niet in plakken. En kies ook iedere keer weer voor iets wat je gelukkig en vrolijk maakt. En daar heb ik dan bijvoorbeeld een hele hulplijn voor. Dat staat ook al in mijn boek. Eerst doe ik buiten wandelen. Nou, als dat niet werkt, doe ik een leuke podcast of een muziekje. Als dat niet werkt, dan doe ik... De paarden, want dan ga ik liever niet naartoe als eerst, als ik niet lekker voel. Want ik kom met mijn ellende bij hun, snap je? Dus dat, dat doe ik liever niet. En um, uiteindelijk ben ik een vriend waar ik altijd mee kan lachen. En als je met iemand kan lachen, ben je het zo allemaal weer vergeten. Dus ja, en dan ben je meteen weer in die hoge frequentie. En dan gaan die gedachten wel weer meebewegen. Dus ja, daar, het is zo belangrijk dat je gewoon doet wat je gelukkig maakt. Wat denk je dat de grootste angst is die mensen weerhoudt om dat pad van het hart te bewandelen? Uh, nou ja, dat, dat, dat kan je niet in één, uh, één zin vertellen. Want het is voor iedereen anders. Dat is, daarom is het zo belangrijk om die blauwdruk te ontdekken. Want de een durft het niet omdat hij afwijzing van zijn ouders niet wil. Weet je wel? Uh, de ander is zo onzeker omdat hij als kind een keer is gepest. dat hij denkt: het lukt me toch niet. Weet ik het? Dus ja, er zijn, het houdt je natuurlijk veilig. Want als je je pad van je hart niet volgt, dan zit je lekker in je comfortzone. In je comfortzone. Ja, dat kost misschien niet zoveel energie, maar het levert ook niet zoveel energie op. En het houdt je gewoon veilig op jouw plek. En dan moet je daar uitstappen en dan kom je in die stretchzone. En dat is heel oncomfortabel, dan ben je niet gewend. Dus daar komen de saboterende gedachten, dan komen de meningen van anderen, dan moet je stevig blijven staan. En, en daarna komt groei. Dus daar moet je even doorheen. Dus lekker niet luisteren naar je hart is ook lekker comfortabel. Ik heb echt vriendinnen die al tien jaar roepen dat ze iets anders willen doen. Ja, en het niet doen. Toch in die routine blijven zitten. Ja, ja dat, was, dat is ook de reden, denk ik, dat ik dit boek heb geschreven. Want het viel me gewoon op dat met Killer Body Dieet, zeg maar, waar heel veel mensen dat dieetboek hebben gekocht, dat er heel veel mensen klagen over hun lichaam, maar niks doen. Of je klaagt en je doet er wat aan, of je houdt je mond. En er zitten ook heel veel mensen die het wel doen en dan terugvallen in oude patronen. En er zijn ook wel mensen die. Uh, niet terugvallen in oude patronen. En dat zijn de mensen die echt op onderzoek uitgaan waarom ze doen wat ze doen. En voor die klagende mensen die niet beginnen heb ik dit boek gemaakt. Maar ook voor de mensen die het wel doen met mindset. ik kan best wel eventjes sporten of even afvallen of even kiezen voor jezelf. En dan ga je weer uh, overstag. En dan moet je toch echt jezelf leren kennen wat het toch in jou is waarom je dat doet. Het is best wel prachtig hoe je het beschrijft. Als ik het zo visualiseer, dan zie ik het zo voor me. Je oudere boeken waren meer bij de takken, de bladeren. En ja. je gaf handvatten om daar dingen te doen. Maar toen kwam je erachter dat sommige mensen hun wortels niet helemaal goed hadden. Allemaal niet. Ja. Bijna allemaal niet. Ja. En dit gaat eigenlijk helemaal naar de wortels ja. om daar weer nieuwe zaadjes te kunnen ja. planten. daarom dit boek, uh, dat idee ontstond al in 2015 na mijn eerste boek. Toen ik zag dat zoveel mensen zelf afwezen. En het ze niet lukte dat ze ieder jaar opnieuw dat boek uit de kast pakten. Toen kwam dit en toen dacht ik dit idee, maar toen wilde ik nog eventjes zelf wat meer rijpen en zelf wat meer onderzoek doen en ook, ook coachingopleidingen doen voordat je zo'n boek schrijft. Um, maar dit boek kan dus wel ook hand in hand gaan met een dieetboek of met whatever, weet je, maar dit pakt het echt bij de wortels, hoop ik voor mensen. En ik had net, een toen ik, ik zat hier in de auto, ik was iets te vroeg, toen ik, ik zat ik op mijn Insta te kijken, toen had iemand gedeeld dat ze met tranen in de ogen weer gevoel had gekregen na de droommeditatie. Uh, want er zit ook een online programma bij dit boek met meditaties van mij. En uh, ja, dus die had helemaal tranen in de ogen en die voelde weer. En dan denk ik, ja, daar doe ik het toch wel voor. Dat vind ik wel heel leuk. Ik denk dat het een van de meest waardevolle dingen is die je kan doen. Want in principe alle externe dingen die je bereikt als mens, zijn ondergeschikt aan je interne ervaring. Je kunt een extern gezien een prachtig leven hebben. Maar als jouw bedrading in je hoofd niet klopt, kijk wat bepaalt jouw subjectie subjectieve ervaring van de realiteit, is simpelweg hoe jouw eigen brein en onderbewustzijn zin geeft aan de dingen om je heen. Alles wordt uiteindelijk vertaald via het brein. Jij en ik kunnen in dezelfde kamer aanwezig zijn, maar een totaal andere ervaring hebben. Mm. En als je eerst die bedrading fixt, dan kwalitatief verandert er iets in iemands ervaring. En ik denk dat datgene wat het leven ook waardig maakt om voor te leven. Is die subjectieve perceptie, om dat even verder uit te pakken. Kijk, uh, niet je hart volgen zie ik eigenlijk als een soort van zelfmoord voor de ziel. Mm -hmm. En dan worden alle andere dingen ook automatisch betekenisloos. Ja, ja. en dan word je echt ongelukkig van. Mm -hmm. Maar uh, die bedrading die jij noemt, jij ja, bij NLP noem je dat communicatiemodel, die filters. Wat jij ziet inderdaad is iets anders dan wat ik zie in deze kamer. En dat is dus bepaald door je filters. We krijgen 3 miljoen bits per seconde binnen. Daar maken we er 250 van. Dus ons brein filtert van alles uit wat ze, waarvan ze denken dat het niet belangrijk is. En dat komt door, door waarvan zij denken dat het niet belangrijk is. Dat zie je ook met schoenen, toch? Als je die wil dat je opeens iedereen met die schoenen ziet, of met een auto. Of mm -hmm. die auto rijdt niet opeens overal. Maar jouw brein laat jou die auto zien, omdat mm hij -hmm. weet dat dat voor jou belangrijk is. En uh, die filters kun je veranderen. En ik denk dat daar de oplossing zit. Dus dat jij gaat kijken van waarom zijn mijn filters zo? En dat komt vaak gewoon bij je opvoeding of door echt hele heftige gebeurtenissen. Waardoor je de dingen anders ziet dan een ander. En uh, ik zie het alles positief. Ik kan niet uitleggen. Ik kan daar ook niet zoveel aan doen. Dus, um, maar ik ben er ook wel achter dat ik dacht eerst, ah, vroeger dacht ik, ah, affirmatie en dan ben je toch positief, omdat het voor mij werkt. Maar iemand die echt gewoon, ja, een heel heftige gebeurtenis heeft meegemaakt in zijn leven of uh, ouders die eigenlijk hem nooit goed genoeg vonden, ja, die heeft gewoon wat meer werk te doen. Dus ik ben niet meer zo zwart-wit dat ik denk dat het voor iedereen heel makkelijk is om positief te zijn. Maar als je het wil, als je wil veranderen, kan het wel. Maar dan moet je er wel iets voor gaan doen ja het begint bij de intentie intentie is eigenlijk het doel wat je in de toekomst zet en dan uiteindelijk het doen zijn de stappen om daar te komen ja. dat is minstens net zo belangrijk en doorzetten je beschrijft uh, of je benoemt iets interessants namelijk uh, relatie met mannen en dan vaak een terugkerend patroon het bedriegen mm -hmm. ben je erachter gekomen wat daar achter zat want uh, ik zie heel veel hechtingsproblematiek in de wereld uh, mm -hmm. bijna iedereen heeft wel bepaalde sporen van hechtingswondjes hier en daar Kun je jouw reis in dat hechtingsproblematiek-verhaal stelen? delen? Uh, ja, uh, nou, ik heb een onveilige hechting. Ik ben er onlangs achter dat het een gedesorganiseerde hechtingsstijl is. Dus het is sowieso niet zo heel makkelijk voor mij om te hechten aan iemand. Um, maar ik heb, had ook de overtuiging, en die overtuiging was dus niet van mij, daar ben ik dus achter gekomen, dat mannen niet te vertrouwen zijn. En dat was. Uh, die kwam voort uit dat mijn vader er niet was. Dus die was niet te vertrouwen. Maar als hij er dan was, op verjaardag of zo, dan zei hij altijd, mannen zijn niet te vertrouwen. En je moet op je eigen benen gaan staan. Dus je moet zorgen dat je je eigen geld verdient. Dat je nooit afhankelijk wordt, net zoals je moeder. Dus dat is er zo ingeprent. En ondertussen zag ik natuurlijk mijn moeder struggelen... met mijn stiefvader, die niet leuk was. En we konden niet weg, want we hadden geen geld. En dus, dus dat werd ook nog allemaal gelaagd van, oké, okay, dit moet ik echt sowieso nooit gaan meemaken. Um, en toen heb ik dat wel nog één keer meegemaakt dat ik afhankelijk werd van een man. En uiteindelijk ging dat kapot. Daar ben ik acht jaar mee gegaan. En toen moest ik helemaal opnieuw beginnen. Afhankelijk of financieel of ja, machine... fi of financieel okay. op financieel gebied. Ja, financieel gebied. Ja, op een gegeven moment niet meer, uh, werkte ik niet meer en zo. En, en dat was zo naar, want dan moet je dus uh, opnieuw beginnen met niks. Je kan je niet betalen. Je hebt kinderen. En dat was een heel erg trauma. Dat heb ik trouwens laatst pas met EMDR uh, opgelost. Want ik ben meteen in de overleving gegaan. Dat was 2010. Dus ik ben daar niet bij stil gaan staan. Dus ik heb alleen maar gedacht: ik moet nu heel hard werken. Dan ben ik DJ geworden en nooit meer afhankelijk worden van een man. En toen ben ik daarna mannen uit gaan zoeken die niet dichtbij konden komen. Dus die mij nooit meer konden vertellen: jij gaat niet werken. Ik wil niet dat je werkt. Dus ik ben daarna, als ik dat nu terug reflecteer, jongens gaan uitzoeken die wat jonger waren als mij. Die mij niks konden vertellen, waar ik boven stond, wie ik ging proberen te domineren. Ik was dus gewoon ook geen leuke vrouw voor hun. En uh, ja, uiteindelijk ga, ja, gaan die het dan ook ergens anders zoeken, snap je? Want die krijgen ook niet wat ze nodig hebben, bij wijze van spreken. En da daar werd weer mijn uh, 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 overtuiging mee bevestigd, zie je. Mannen gaan bij je weg, ze zijn niet te vertrouwen. Dus zo dat is er eigenlijk gebeurd. En uh, de, nou, ik ben daar echt wel sinds 2019 ook flink mee aan de slag. Ik heb nog een paar keer een miser gehad. <laughs> <laughs> maar ik denk dat, uh, dat ik er nu ben. Ik denk dat ik het nu helemaal helder heb met name na mijn laatste therapie sessie met Martin Apollo van het boek Hecht niet heb ik ook echt geleerd over mijn hechtingsstijl en dat was nog wel het laatste puzzelstukje wat ik nodig had om mezelf beter te begrijpen. En ik heb het nu zo helder waar die overtuiging vandaan kwam en ik was ook aan het zoeken natuurlijk naar bewijs dat mannen niet te vertrouwen waren, want dat is de overtuiging die ik had. Dus die overtuiging moet je gaan veranderen. Mannen zijn wel te vertrouwen, dat leg ik ook allemaal uit in het boek. Weet je wel, de, toen ik door had van oh, dat is mijn overtuiging en die komt daar en daar vandaan. Oké, okay, maar ik, ik ben dus mijn vizier op die mannen die niet te vertrouwen zijn. Want dat is mijn overtuiging. En, uh, en nu ben ik wel klaar om een man te vertrouwen, maar ook om me bloot te geven. Want als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, hebben, hebben die mannen allemaal na die ene dan, waar ik afhankelijk van werd, die hebben niet mijn hart gehad. Het was gewoon een muur, weet je wel. Er was geen connectie, geen liefde. Nee. Interessant, terwijl je dat vertelt, krijg ik ook bepaalde ja, visioenen, weet ik niet. Gewoon, en dan zie ik daar iets bij, voel ik daar iets bij. En als je dan denkt aan kleine Faya, oké, okay, haar vader is niet te vertrouwen. Wat voor cognitieve buffer kun jij in jezelf installe installeren? Zodat je het niet op jezelf hoeft te betrekken dat hij er niet is. Want als je het op jezelf betrekt, dan doet het pijn, want dan is hij er niet en dan ben jij waardeloos. Maar welke cognitieve buffer kun je installeren om te zorgen dat het niet over jou gaat? Oh, alle mannen zijn niet te vertrouwen, dus dan is het niet meer persoonlijk naar mij. En die onbewuste overtuiging, die manifesteert zich dan de hele tijd in je leven, omdat het jouw overtuiging is. En jij creëert die realiteit om die overtuiging te bevestigen. Ja, maar ik heb het nu door, dus dat ga ik nu niet meer doen. Mm -hmm. Snap je? Ja. En ik, ik, zie, <coughs> ik zie nu ook dat mijn vader uh, niet klaar was om vader te worden. Dus ik heb hem ook vergeven daarvoor. En ik zie ook dat hij dat zei om mij te helpen. Omdat hij bang was dat ik net als mijn moeder teleurgesteld zou worden. Dus er zat ook geen kwaad in. En het feit dat hij er zelf niet was. Ik heb ook reïncarnatietherapie gedaan, een vooroudertherapie. En heb ik ook gezien hoe zwaar zijn leven was. En hoe zwaar hij het heeft gehad met zijn vader en moeder. En toen kon ik alles gewoon veel beter in perspectief plaatsen. En zien van waar hij vandaan kwam. Uh, dus ja, ik geloof nu niet meer dat ik waardeloos ben. Of uh, niet uh, het verdien om een man te hebben die eerlijk en loyaal is aan mij. Ik zie dat ik dat wel verdien en dat ik daar. Maar ik zie ook dat ik daar nu pas klaar voor ben. Bij die laatste was ik daar ook nog niet klaar voor. Ik moest dat echt nog even doormaken, zeg maar. Dat laatste puzzelstukje nog begrijpen en uh, mijn eigen patroon doorzien. Dus ik ben ook daar weer heel dankbaar voor, voor die laatste. Het enige is dat je op een gegeven moment, als je zoveel mannen hebt gehad, acht relaties volgens mij in tien jaar, uh, dan uh, ja, dan schaam je je gewoon. Dan denk je, jezus hé. Hey. Doe maar nooit meer gewoon, weet je. Want uh, ja, mijn kinderen nemen me ook niet meer serieus nu. Logisch, weet je. Ik bedoel, geen één kind wil dat zijn moeder acht vriendjes heeft gehad in tien jaar. Dat is toch niet leuk. Je, net zoals dat ik een normale moeder wilde vroeger, willen mijn kinderen ook een normale moeder. Dus ik, dat, dat, vind ik wel, dat vind ik wel vervelend, zeg maar. Jouw dochter is inmiddels moeder geworden, toch? Ja. Zijn het ook topics die jullie samen bespreken? Die intergenerational patterns. En, uh... ja, 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 zeker wel. Ja, ja. en ook dit. Met, ja, ze is ook bij mijn podcast-opname geweest laatst over verslaving en zo. We hebben een hele open relatie. Mijn kinderen weten in principe wel alles van mij. Ja, mijn zoon is nu op dit moment aan het puberen. Die laat ik gewoon eventjes voor wat het is. <laughs> ja, die laat ik echt even voor wat het is. Want uh, dat is echt wikkelhard, vind ik. Maar. Um, mijn dochter heeft het innerlijk werk al gedaan. Kijk, ik ben 42, zij doet het nu al. Hoe oud is zij? 23. Zij heeft een hele fijne relatie met een veilig gehechte man. En uh, zij heeft, mijn dochter is ook vrij veilig gehecht, want haar vader is altijd er geweest. Uh, niet helemaal, denk ik, 100% veilig gehecht, maar wel veel meer dan dat ik ben. En dat zie je ook terug nu met hun in hun relatie en tot hoe ze het kind opvoeden. En hoe veilig mijn kleinkind gerecht is. Dat oh. is niet normaal. Die is zo makkelijk en veilig, uh, gewoon. Die, die kan, ook, want als hij bij mij is of bij mij logeert, moet ik ook de paarden eten geven. Bijvoorbeeld. Dat is heel kut, want dan moet hij alleen binnen blijven. Maar ik zet hem dan in de box voor het raam, dan kan ik hem zien. En dan ren ik naar buiten met die honden snel, want die mogen niet bij mij helemaal alleen blijven, dat vind ik dan toch eng. En dan ga ik die paarden snel eten geven, maar. Hij, hij krijgt niet, snap je? Hij weet gewoon, je komt altijd terug. Hij heeft gewoon een, een ja, hij heeft de, zoals Martin dat zegt in zijn boek, de oersoep gekregen, alles wat er nodig is voor hem. En dat, dat zie ik nu. Nu zie ik het verschil tussen kinderen die wel of niet veilig echt zijn. Ja, dat lijkt me echt een magische ervaring. Ja, ja. zij doen het echt heel goed. Dus ik ben heel trots op mijn dochter dat zij het anders doet. En dat zij het al doorbroken heeft. En ik heb natuurlijk ook veel systemisch werk gedaan, opstellingen en zo. Dus ik heb ook die familie dingen doorbroken. Dus uh, ja, mooi. Ze doet het echt goed. Ik ben echt trots op haar. Als moeder en ja. ook als kind. Lijkt me echt magisch, sowieso, om ouder te worden. Wij willen ook heel graag ouders worden. En maar uh, ook nog om groot ouder te worden. Ja, het is echt een hele andere level mm -hmm. van liefde ook. Ja, wat, wat ja het voelt was... heel anders. Wat dan? Nou, ik kan niet echt beschrijven, maar. Bij een kind denk ik dat het is dat je altijd nog zorgen hebt ook. En bij hem is het gewoon alleen maar leuk. Mm. En je weet mijn zoon, die is dan nu heel goed met mijn moeder ook. Weet je, die vindt mij nu even heel irritant. Dus hij is heel veel bij mijn moeder. En dan zegt hij: Bij oma ga ik nooit vervelend doen. En dat is het. Je gaat gewoon niet vervelend doen tegen je oma. Mm. Ook niet als je aan het puberen bent. <laughs> weet je wel? En dus je kleinkind gaat je nooit teleurstellen. Dus voelt gewoon, ik voel gewoon. Nou, niet normaal, uh, liefde voor hem. Oké, we hebben nu veel gehad over okay, vroeger, patronen, doorbreken en dat soort dingen. Maar um, nou, laten we ervan uitgaan stel je haalt een gemiddelde leeftijd, dan gaat nu de tweede helft van je leven beginnen. Ja. Hoe zie je dat voor je? Wat, uh, wat zijn dingen waar je mee bezig wilt houden? Wat zijn dingen waar je je focus op wilt leggen? Nou, ik heb dus uh, die paardencoachingopleiding gedaan vorig jaar en ik doe nu retreats bij mij thuis. Uh, dat vind ik heel leuk. Ik heb, wat voor retreats? Uh, uh, met paardencoaching en ademwerk okay. en zelfliefde retreats. Dus um, dit weekend heb ik er weer twee, twee dagen. En dat doe ik één keer in de maand. En ik voel dat ik daarmee verder wil. Dus ik heb Killerbody, mijn bedrijf, lever aan 2000 supermarkten. Ik heb, we gaan nu naar Scandinavië. We zijn echt best wel groot aan het groeien. Maar dat is een, zeg maar een bedrijf wat uiteindelijk de potentie heeft om te verkopen. En uh, ik wil naar Spanje emigreren. Zodra mijn huis verkocht is, dus ga ik daar iets kopen. En dan wil ik eigenlijk een retreatcentrum opzetten. Eerst wilde ik dat heel groot, dus echt zo'n heel groot ding. Maar toen dacht ik, nee, dat ga ik niet meer doen, want het moet relaxed. En nu heb ik het ondervonden bij mij thuis hoe relaxed het is, als het niet een groot bedrijf is. Maar je bouwt gewoon vijf uh, appartementjes op dat terrein in Spanje met uh, ijsbaden en uh, meditatieruimte en sportschool. En je doet één week per maand een retreatweek, dan is dat gewoon je werk. En daar haal ik heel veel energie uit. En omdat ik alleen uh, verantwoordelijk ben voor het stukje paardencoaching. Dus ik doe niet alle andere dingen. Daar huur ik andere mensen voor in. Een ademcoach, een kundalini, uh, weet ik wel. Zelfliefdecoach. Uh, ja, en bij mij doen de paarden het werk. Dus ik ben echt faciliterend. Dus het kost mij ook geen energie. En ik vind het heel mooi om die doorbraken te zien van die mensen. Dat heb ik dus uh, vorige maand voor het eerst gezien. Ja, dat is echt magisch. Dus. Um, ja, ik wil daar echt mee verder. Dat voel ik echt, dat ik dat wil doen. Kleinschalig, intiem. Dus als er dan vijf mensen komen, of maximaal tien of zo, dat je echt een connectie hebt met die mensen. Mm -hmm. En dan met z'n vier, vijf dagen gaat werken met de paarden. Ik zag ook ergens volgens mij op je Insta voorbij komen, en dat is iets waar ik me nog helemaal niet in verdiept heb. Daar ben ik wel benieuwd naar. Um, ik weet niet wat voor soort therapie het was, maar dat middels um, soort reiki-achtig heel veel energie loskomt. en je ja, lichaam dat is erop... kundalini. Oké. Okay. Kun je daar ja. iets meer over vertellen? Want dan ja, heb dat, me dat, ik ben geen kunnelini faci facilitator, of hoe dat ook heet. Faci facilitator, ja. Facilitator, <laughs> ja. Dus ik weet het niet uh, precies wat ze doen, maar ik heb het wel gedaan. En ik voelde wel dat mijn lichaam ging schokken, maar niet zo erg als dat die mensen soms helemaal zo gaan. Ja, ja. Maar mijn zusje had dat wel. En, uh, en dan heb je gewoon je ogen dicht, toch? Ja, mijn zusje heeft het ook gedaan en die was zo onder de indruk ervan. Die zei faai. En ze ging helemaal in de brug staan. En die energie kwam helemaal los. En toen zag ze haar overleden kindje. En die had tegen haar gezegd: leef. Dus die was helemaal onder de indruk daarvan. En ik dacht echt, wow, nou dat heb ik allemaal niet gezien. Toen dacht ik nog, ja jij drinkt geen alcohol en ik wel. Da daar ligt het vast aan, dacht ik toen. <laughs> Want mijn zusje drinkt al vijf jaar geen alcohol, weet je wel. En uh, ga genieten ofzo, had, had, had hij gezegd. En uh, meer kleur in je leven brengen. En uh, Het is een hele mooie spirituele ervaring. Toen dacht ik, ook oh, ik ga het nog een keer doen. Ja. En toen nog steeds niet. Nee, ik heb nog, nog steeds te veel alcohol. <laughs> nee, ik moet eerst even stoppen met alcohol. Nee, ik ben nu in Dry January, dus misschien uh, werkt het nu anders. Nou, ik dacht dus, misschien ligt het daar aan dat het bij mij niet gebeurde. En de controle, denk ik. Ik denk dat je dat helemaal los moet laten. Want je gaat wel een beetje gek doen, want je gaat het helemaal zo doen. Maar wat zo. voel je dan? Om zo, zeg maar maar, ik voelde dat niet. Maar je ik, bij mij, wel bij wat? mij ging het zo. Dit, dit deed het. Ja, zo schokken. Ja. Wat gaat er dan vooraf? Want, uh... nou, het schijnt dat er levensenergie bij je kruin of bij je rootchakra zit of ja. zo die loskomt. Die ze losmaken, ik weet niet wat ze doen. Maar ik had vorige keer een videootje gezien van een opleiding. Mm -hmm. zag je allemaal mensen met proefkonijnen liggen. En allemaal zo doen met hun vingers. En dan zag je al die mensen op die bedden. Het zag er echt super grappig uit, want het was zeg maar zo'n leslokaal. Ja, ja, ja. En ze lagen allemaal op die bedden. En dan zag je al die mensen op die bedden, het zag je zo bewegen. En toen dacht ik echt, wat is dit? Ja, het, ik, moet even, ik ga me er even in verdiepen. Ja, op TikTok gaat het ook vaak viraal. Die mensen die dan imiteren, een beetje mokken, zeg maar. Ja. Oh, het is wel grappig. Ja, het is wel grappig. Ja, ik ben wel bekend met Kundalini en zo. Maar ik wist niet dat dat, uh, dat, dat op dat moment losgemaakt werd. Uh, wat zijn dingen wat mensen van je de komende tijd in de gaten moeten houden? Je hebt sowieso het boek. Ja, ik heb dus na, na, uh, naast het boek heb ik een uh, platform gebouwd, I Am Present. I am-present.nl. En uh, eigenlijk alles waar ik heel erg in geloof, zit daarop, drie programma's, mm -hmm. waaronder onder Inner Child Healing. Omdat ik geloof gewoon dat het daar begint. Dus echt al van, mocht je er zijn, hoe ben je verwekt? Uh, dat is een, een uitgebreid programma om jezelf inzicht te geven in ja, wie je bent en waarom je doet wat je doet. Een killer mindset programma, dat zit bij de, als je het boek bestelt erbij. Um, en uh, daarnaast denk je slank programma. En dat gaat niet over slank worden, en, maar over waarom je niet slank bent. En waarom je een negatief zelfbeeld hebt en hoe we dat kunnen transformeren. Dus dat je je gaat accepteren zoals je bent. Met je lichaam, met je kilo's. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Want vanuit acceptatie en zelfliefde kan je afvallen, maar niet vanuit weerstand. En ik ben lelijk en ik mag er niet zijn of het lukt mij niet, dat soort dingen. Dus die drie programma's heb ik gemaakt en ik heb ook uh, meditaties gemaakt. Ik maak ook meditatie voor Meditation Moment van Michael Logic. En, Dat komt ook binnenkort langs. Ja, ja. Daar, ja daar heb ik dus ook uh, meditaties voor gemaakt. Die doen het hartstikke goed. En toen dacht ik, oké, okay, daar wil ik zelf ook wel wat meer mee. Vind ik heel mooi om te doen. Heel leuk. Gaat echt op intuïtie. En die zijn best wel spiritueel. Voor zijn app zeker. Want ik doe engelenmeditatie en dat soort dingen. Maar die zijn ook op mijn website. En daar wil ik echt mee verder. Dus met het boek en die online programma's. En dan die retretten, zeg maar, bij mij thuis. En straks dan in Spanje. Dat is gewoon mijn levensmissie. Zo voelt het. En daarnaast ben ik natuurlijk Killer Body wel gewoon nog aan het grootmaken. En dat is ook een mooi verhaal als het dan straks verkocht is van kijk, een klein meisje met een droom, dyslectisch, komt uit een arm gezin. Je kan alles bereiken wat je wil, als je het echt wil. Prachtig, je bent echt een uh, krachtige vrouw. Je mag echt trots zijn op wat je doet. Nou, dankjewel. Nou, lieve Faya, ik uh, wil je bedanken. Ik vind het op, oprecht een heel um, ja, inspirerend verhaal. Klinkt cliché, maar uh, ja, toch om te zien dat iemand. Uh, ik zie het zo: in het leven krijg je bepaalde kaarten geschud, speel je spel daar maar mee. Maar ik zie echt dat vanuit een hele diepe bron in jezelf heb je er toch voor gezorgd dat je dat spel op een bevredigende manier kon spelen. En uh, ja, daar mag je echt trots op zijn. Uh, mensen die Faya in de gaten willen houden, uh, alles staat in de beschrijving. Ook voor de mensen op Spotify, alles in de beschrijving is te vinden. Haar boek is ook beschikbaar, Killer Mindset. En uh, nogmaals bedankt, je Dankjewel. Eén vraagje aan jou. Ja. Denk je dat het leven maakbaar is? Oh god, wil je dat de podcast 2,5 uur gaat duren? <laughs> <laughs> leven maakbaar. Ik kies ervoor om een antwoord te geven die niet gebaseerd is op wat ik denk dat feitelijk juist of niet juist is. Ik heb een bepaalde overtuiging toegeëigend die mij dient. En die overtuiging is. Dat het leven in mijn optiek, in mijn delusion, zoals ik het soms noem, hyper maakbaar is. Ik geloof nul in slachtofferschap, helemaal niet. Ik denk dat het niet zinnig is om in slachtofferschap te denken, want dan kijk je oké, okay, wie is schuldig en wie is niet schuldig en wie heeft recht op dingen. Ik geloof, ik heb recht op niks, het leven is een gift ik geloof ook niet om uh, dat het zin heeft ik zeg niet dat niemand ooit schuldig is aan dingen of uh, dat ze dat niet zijn maar het is niet zinnig om in die termen te denken ik kijk simpelweg wat is nu de situatie en hoe kan ik deze situatie nu het, nu het beste optimaliseren en naar me toe trekken en uh, wij, ik was echt nog een half jaar geleden met mijn vrouw net getrouwd en uh, broke students we hebben nog nooit geld gezien we wonen in een klein éénkamer appartementje uh, het leven zat ons echt niet mee we hadden best wel veel Dingen te verteren. Um, en ik koos ervoor om gewoon te zeggen: nee, niks slachtofferschap. Nul gewoon. En ik heb wat ik nu al in een half jaar heb kunnen neerzetten. En de koers die ik aan het varen ben, is alleen maar een bevestiging dat die mindset voor mij heel erg werkt. Ik geloof dat je het echt. Tuurlijk, bepaalde dingen staan geschreven. Je bent ook geboren met een bepaalde blauwdruk, ook vanuit je ziel. Waardoor je affiniteiten hebt en aversies hebt, bla bla bla. Maar ik geloof um, in ieder geval vanuit mijn mannelijke lens, hoe ik naar dingen kijk. Dat het zinniger is om het leven als volledig maakbaar te zien en daarnaar te leven. Ja, dankjewel.